minder uren. Van. Ik wil toch mijn dingen gedaan krijgen. Ik denk, flexibele uren moet wel kunnen, maar of je echt een minimumuur kunt zetten, dat weet ik zo niet. Ja, als zelfstandig heb je geen mogelijkheid, denk ik, om minder uren te werken. In deze moeilijke tijden van kosten allemaal, denk ik dat we allemaal nog een tandje moeten bijsteken om alles betaald te krijgen. Ik zou graag minder uren per week werken, maar het loon zal eraan liggen wat dat per maand opbrengt. Hè. Geniet alleszins, want nu, ja, je zit van 's morgens tot 's avonds. We werken fulltime, dus je zit s'avonds thuis, dus er is altijd maar weinig tijd voor dingen te doen. Buiten het weekend natuurlijk. Ik zou niet thuis zitten, want daar haalt je niks, geen voldoening uit. Ik zou meer steden bezoeken en met vrienden iets gaan doen. Meer gaan sporten, denk ik. Meer gezonde dingen gaan doen. Fietsen, zwemmen, wandelen, die dingen, denk ik. Ja, wie weet, wat vrijwilligerswerk of zo. Misschien wat meer projecten meehelpen. Als je de tijd hebt, kun je hem ook wel ergens aan besteden natuurlijk. In mijn geval niet. En waarom niet? Als ik dan toch vrije tijd heb, zou ik die aan mijn eigen besteden of aan familie of zo? Nee, ik niet. Persoonlijk niet. Ik denk dat het vooral belangrijk is voor ondernemers om minder te gaan werken. Doordat ondernemers minder gaan werken, krijgen ze meer tijd om andere zaken te creëren. En creativiteit leidt tot meer efficiëntie.